Tweede kerstdag 2014. Een warme lunch bij Old School. Ja. En dit is een lunch voor mensen die... Ook alleen zijn of niet zo bekend zijn in Zuid. Of die weinig eigenlijk uitgaan. Ik denk wel dat het wel leuk is. We moeten afwachten, hè. Dus. Ik heb niks te doen deze kerst en andere mensen willen graag kerst thuis zijn, maar dat kon niet. Ja, soms ben ik wel eens eenzaam. Kijk, en aan die eenzaamheid moet gewerkt worden. Vandaar dat 50 genodigden mochten aanschuiven tijdens de kerstlunch. Een kerstlunch waarbij het belang van de buurtambassadeurs nog eens werd benadrukt. We dachten, nou, dit is een mooi moment om dan ook een aanschuif eettafel te doen. En ook met name om te kijken of we buurtambassadeurs konden werken. Richard Schimmelpenning, ik hoorde je net praten. Ja. Helemaal betrokken. Ja. Vertel, waarom deze organisatie van deze geweldige lunch? Nou, ja, omdat ik zelf ook uit het verleden weet het. Ik ben ook een tijdje heb ik alleen gewoond. En als je dus echt alleen woont, dan is kerst met name het feest dat je ook alleen kunt voelen. En daarom dacht ik, het is erg leuk als we nu zoiets organiseren op eerste of tweede kerstdag. En met name ook om die buurtambassadeurs te vinden, om mensen ook te bewegen om naar buiten te gaan en samen te eten. Leg die buurtambassadeurs nog even iets meer uit. Ja, nou wat we en zeker het komende jaar nog meer gaan uitbouwen is, we hebben geleerd dat als je mensen aan... We hebben heel veel initiatieven in het kader van Onder de Pannen, aanschaf eettafels, eet u mee, samen eten. Maar mensen komen niet met een volletje daar naartoe of met een dingetje. Die moeten echt gevraagd worden van, hey, heb jij zin om met mij samen daar naartoe te gaan? Nou, de buurtambassadeur, die gaat naar een buurman, buurvrouw. Die zegt van, nou, die zit eigenlijk, die zou anders alleen eten. Heb je zin om met mij daar naartoe te gaan? En dan heb je beide een fantastische avond. Want vaak zijn het ook mensen met geweldige verhalen, maar die blijven veel binnen zitten. Dus de buurtambassadeur. En we willen nog steeds ook werven. Hè? Dus ik vind het heel fantastisch dat de buurtambassadeurs zich ook aanmelden. Zeggen, nou, ik wil best wel af en toe gaan eten met mensen die, ja, voor wie het lastig is om zelf daar naartoe te gaan. Dus je hebt er een heleboel nodig? Ja. Waar kunnen ze zich dan aanmelden? Nou, het mooie is dat als je op... We hebben een website Onder de Pannen. En we hebben ook een. En het mooie is om naartoe te gaan is van Voor Elkaar in Zuid. Als je die website zoekt, Voor Elkaar in Zuid, dan zie je daar ook website en dan zie je ook waar je kunt aanmelden als buurtrechter. Maar als jullie inderdaad het telefoonnummer straks eronder monteren, want Shannon Peek die doet dat en die heeft een 06-nummer en die kun je ook bellen om je aan te melden. Ik heb gisteren de hele dag alleen gezeten. Waarom ben jij hier, Jo? Omdat ik een beetje eenzaam ben. Wil je er iets over zeggen? Jawel, ik ben nu 18 jaar weduwe. En ik heb geen kinderen. Dus dan ben je natuurlijk een beetje alleen, hè. En toen zei de buurvrouw tegen mij, ga ik met me mee naar de lunch? Nou, dat lijkt me wel leuk. Nou, Rosanne, de grote dag. De grote dag. Heb je druk? Ik heb het best wel druk. Gezellig druk. Ja. En zijn de mensen tevreden tot nu toe? Ze hebben net het soepje op. En ik heb nog geen klachten gehoord, dus volgens mij gaat het helemaal goed. Ik ben Lotte Kruijten en ik doe samen met... Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal buurtinitiatieven onder de aandacht te brengen. Maar www.zorgweetjes.com, en waarvoor moeten mensen daar naartoe? Nou, het komt hierop neer dat ik wil hebben, of niet ik alleen, men wil hebben zelfstandig te zijn. Maar je kunt ook als zelfstandige je hulp zien te organiseren. En op zorgweetjes.com kun je zien en horen wat je zelf kunt doen of wat je zelf aan hulp kunt organiseren en zelf kunt oplossen. Mooi zeg, zorgweetjes.com. Maar wat is ook alweer Onder de Pannen? Onder de Pannen is een initiatief wat gesteund wordt door het stadsdeel, door Stadsdeel Zuid. En wij willen ouderen stimuleren om vaker buiten de deur te gaan eten. En met name in restaurants. Dus wij proberen restaurants te werven die goedkopere maaltijden aanbieden voor mensen. Zodat de drempel wat minder hoog is om buiten de deur te gaan kijken. Wij denken ook dat eten een bindmiddel is, dus dat je echt dat het mensen verbindt. Dus vandaar dat we dat op die manier... Dat zien we hier eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dus net als met het restaurant Old School
hadden we het idee voor een kerstdiner. En zij waren razend enthousiast hierover. Dus ik ben helemaal tevreden. Je hebt allerlei initiatieven, zoals bijvoorbeeld Thuis Afgehaald en Snapcar, waarbij je dingen met je buren deelt. En we dachten van ja, eigenlijk bestaat het nog niet dat je samen de eettafel met elkaar deelt. Nee. En daar kwamen we anderhalf jaar geleden daarop. En toen dachten we, nou gaan we gewoon een eigen etentje bij thuis organiseren. En dat heb ik, Fabienne en ik allebei gedaan. Ja. En bij mijn etentje bijvoorbeeld, daar had ik twee mensen uit de supermarkt uitgenodigd en mijn buurvrouw. En met mijn buurvrouw heb ik nog steeds heel goed contact. Die kende ik eigenlijk helemaal niet zo. Maar nu is ze om de week komt ze bij mij thuis. En dan geef ik haar een voetmassage. En dan blijft zij op mijn kindjes passen, zodat ik naar yoga kan. Dus dat is zeg maar wat er uit zo'n dus etentje, uit zo'n etentje ontstaat een heleboel. Ja, ja. Geweldig. Hoeveel mensen doen dit al, koken voor anderen? Wekelijks zijn er etentjes. En het is een beetje afhankelijk van mensen die graag willen koken. Die organiseren dan via www.etumee.nl organiseren ze dan een etentje bij hun thuis. Ja. En daar kunnen dan mensen zich op inschrijven. Dus hoe meer mensen er koken, hoe meer mensen ook kunnen aanschuiven. Het was een heerlijke middag. En wat zijn er toch veel geweldige initiatieven om het leven een stuk makkelijker en gezelliger te maken.